Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op dit moment liggen er al wolken over Nederland. Maar de dikste wolken en de meest actieve wolken liggen nog ten zuidwesten van ons. Maar die komen wel onze kant op. Vanochtend valt er lokaal een buitje in het oosten. Met name nog een enkele opklaring, misschien een beetje zon. En daarna raakt het bewolkt. Temperaturen liggen zo rond een graad of 5 à 6. Daar zal vanmiddag niets meer bij komen. Eerder al een graadje afgaan. En van het zuidwesten uit begint het te regenen. Die regen gaat in de loop van de avond geleidelijk op steeds meer plaatsen over in sneeuw en natte sneeuw. En dan kan er dus inderdaad ook uiteindelijk een sneeuwdek gaan ontstaan. In de loop van de nacht in het oosten misschien wel 5 tot 10 centimeter in het westen en midden zo'n 2 tot 5 centimeter. Dan morgen een wegtrekkend sneeuwgebied in de vroege ochtend. Daarna een winterse wui en temperaturen tussen 3 en 5 graden. Veel wind, een kans op een noordwestenstorm langs de kust in de middag dan het weekend met een winterse bui wat wisselvallig met ook wel zon tussendoor en overdag 3 of 4 graden. Vanaf maandag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Temperaturen gaan omlaag met uiteindelijk volgende week ook overdag maxima onder het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.